punt, de boodschap, punt, today. President Bouterse, onze bossen bieden aanzienlijke voordelen voor de wereld. We zijn ons ervan bewust dat onze bossen aanzienlijke voordelen voor de wereld bieden door enorme hoeveelheden koolstof op te slaan. Dit zei president Desiree Delano Bouterse op donderdag 14 februari 2019 bij de officiële afsluiting van de klimaatconferentie. De conferentie, genaamd de High Forest Cover Low Deforestation, HFLD Conference Resource Mobilization for Climate Finance, werd gehouden van 12 tot en met 14 februari in Royal Turaarika. Het leven op onze planeet is afhankelijk van gezonde ecosystemen. Net als Suriname hebben andere HFLD-landen die hier vertegenwoordigd zijn enorme hoeveelheden intacte bossen, sprak president Bouterse. Tijdens de conferentie werden niet alleen de ervaringen over de vele uitdagingen, maar ook de grote kansen en mogelijkheden gedeeld. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.